Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo, de beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Herenstraat Helemaal, die loop ik vandaag met Jetsen Nuhoff. Hij is fractievoorzitter, schuine streep. Zeg Jetsen, jammer even. Lijsttrekker. Toch wel? Ja, lijsttrekker. Van D66, ja. Henk. Eindelijk hebben we een echte D66. De laatste D66 die hier achter de bakfiets liep was Ton Schoor. Die is nu dus zeg maar wethouder, schuine streep, loco. Ja. En dat vind je helemaal niet erg. Nee. Ton Schoor, dat die loco burgemeester is. Want ik heb hem een paar keer bij de ketting omgezien en dat vindt Ton mooi. Ja, vind ik een mooi Ton werk. Is een ijdele man. Ja? Dat zie je zo, ja. Maar hij is wel een man. Hij ziet er wel goed verzorgd uit. Hij ziet er wel, ja. Ja, goed pak. Ja. We gaan het goeie schoenen. Ja. We gaan nou eindelijk in deze Herenstraat helemaal iets duidelijk maken aan alle, maar dan ook echt alle bewoners. En dat zijn ook de kijkers van de Herenstraat helemaal bijna. Hoe dat nou precies zit, want ik heb het nog niet gezegd, maar jij, Jetsen, was ook voorzitter van de vertrouwenscommissie, hè? Ja, klopt. In zaken de keuze voor de nieuwe burgemeester. Ja. Ja. Dus wat gebeurt er nou? D66, eindelijk de grootste partij. Niet alleen natuurlijk in Groningen, maar in veel meer plaatsen, zelfs ook in Amsterdam. En dan is het zover, dan moet er een nieuwe burgemeester gekozen worden. Dus dan denken wij bij onszelf, dit is dé uitgelezen kans voor D66... om nu eindelijk ook eens geen Partij van de Arbeid voorzitter, of geen Partij van de Arbeid burgemeester te krijgen, maar een burgemeester van D66. Jij bent ook nog voorzitter van de vertrouwenscommissie. En wat gebeurt er? Zeg jij het maar, Peter den Oudsen wordt gekozen. Een PvdA. Een PvdA. Ja. Hoe kan dit? Nou ja, dat kan eigenlijk heel logisch. Kijk, vooraf stel je met z'n allen een profielschets op van nou ja, wat voor burgemeester wil je hebben. En daar stond niet in dat het een D66 moest zijn. Dat stond er niet in. Dat stond er niet in. Dat stond er wel in dan. Nou, dat het iemand moest zijn die een bruggenbouwer is, die een beetje goed met verschillende mensen in de stad om mee te gaan, die goed leiding kan geven aan een gemeenteraadsvergadering. Vertrouwd is met het veiligheidsbeleid, hè, dat je dat ook aan hem over kan laten. Een man met ervaring. Een man met ervaring. Man met daadkracht. Precies. Ja. En zo hebben we een hele mooie profielschets opgesteld. En op basis daarvan ga je dan vervolgens met de kandidaten praten. Tja, nou waren er voor natuurlijk de mooiste stad van Groningen. Ik geloof dat er in totaal 7 sollicitaties. Waren er geen 7 of 8? 8. 8 sollicitaties. Ja, 8 sollicitanten. Voor de functie van burgemeester van Groningen. Waaronder één vrouw, maar wel 5 mensen van D66. Ja, klopt. Ja. 5 mensen van D66. Dus die eigenschappen die jij nog net noemde. Dan denk ik, was er dan niet één iemand van D66 die daaraan voldeed? Nou, ongetwijfeld wel. Ja. Ik kan natuurlijk weer niet te veel over zeggen. Dat mag waarom niet? Ja, dat mag toch wel? Nee, dat mag niet. Nu toch wel? Nee, ook niet meer. Nee? Nee. Waarom niet? Nee. Nou, er zit allemaal geheimhouding op. Mag jij nu eigenlijk niet zeggen wie zich kandidaat aan gesteld? Nee. Nee. Mag ik de komende 70 jaar, kan ik zelfs de gevangenis erin gaan als ik het zeg. Nee. Ja. Hè? Ja. De komende? Hoeveel? 70 jaar, 75 jaar, zoiets. Ja. Echt waar? Ja, die dus jij mag dus bij wijze van spreken niet tegen mij zeggen in de Herenstraat helemaal dat Henk Pouwman ook had. Nee, dat kan ik allemaal niet zeggen. Had hij wel, hè? Nee, daar kan ik niks over zeggen. Kan jij niks over zeggen? Nee. Nou ja, ik ga ervan uit, want ik heb door de Herenstraat, ik heb alleen maar geprobeerd om hem te laten zeggen dat hij gesolliciteerd zou hebben. Maar hij deed het niet. Maar ik kan nu dus rustig zeggen dat hij dat wel heeft gedaan, Henk. Maar hij is niet geworden. Paul. En onder die 5 kandidaten van D66, waren dat allemaal mannen? Ja, ook dat kan ik niet zeggen. Jawel. Nee. Jawel, dat kan wel. Nee. Want, omdat ik nu al weet, het waren 7 mannen en 1 vrouw. Ja. Waarvan bij die mannen was 1, geloof ik, niet van de... Die was partijloos. Ja, er was 1 partijloze bij. 1 partijloze. 5 D66. En 2 PvdA's. En 2 PvdA's, ja. Ja. Maar die den oudste, die hoorde daar dus bij. Dat was 1 van de 8, ja. Ja, dat was 1 van de 8, ja. En die is dus 1 van de 8, verrek. Dat was van Mies Bouwman toch, Henk? 1 van de 8. Vroeger? 1 van de 8. Dat was met dat, met al die cadeaus. Bomma. Hey, maar... wat dacht jij bij jezelf ook, Jetsen? Ik ben voorzitter van die vertrouwenscommissie.
We hebben 5 sollicitanten van D66. D66, grootste partij, levert 2 wethouders en de burgemeester niet. Is dat voor jou een teleurstelling? Nee, dat is voor mij absoluut geen teleurstelling. En zeker niet Peter den Oudste. Waarom? Waarom nee, niet? Nee, dat is gewoon echt een hele goede, een echte burgemeester. Oh, dat weet jij nu al? Ja, maar dat zie je aan hem. En hoe die heeft gefunctioneerd in Enschede. Ja. Hoe die afgelopen, nou, zijn eerste week zit er net op. Ja. Hoe die dat heeft gedaan, dat is prachtig. Dus, goed dus, om te zien. Dus, ja, nee, hè? Nee. Dus het is eigenlijk zo dat jij als vervent D66-man zegt... de man met de kwaliteiten van Peter den Oudsten hadden wij niet. Nou ja, nee, niet in deze club, nee. Nee, nee. 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 Dus, nee, dit was de beste kandidaat. Ja, dus die 5 D66 voldeden niet aan het profiel waaraan Peter den Oudsten wel voldoet. Nou, dat hoeft niet per se, hè. Kijk, maar wat je natuurlijk doet is niet alleen kijken wie er aan het profiel voldoet. Je kijkt ook nog wie het beste past bij Groningen, wie het meest aan het profiel voldoet. En waar je het meest vertrouwen in hebt. Maar zo'n Henk Pouwman denk ik ook. Hè. Die Henk Pouwman is hier wethouder geweest. Kent de stad. Ja. Is bestuurlijk op een hoog niveau. Voldoet eigenlijk aan alle dingen waarin aan een burgemeester moet voldoen. En toch wordt hij niet. Ja. Nee. Ja, wat ik nou zeg. Dat jij zegt dat klopt. Dat klopt. Allemaal. Hè? Hij heeft het, bij de Hanzen doet hij het ook heel goed. Dus iedereen die denkt van, nou, Pouwman die voldoet aan het beeld van de burgemeester van Groningen en hij wordt het niet. Ja, maar dan ga je er wel vanuit dat hij kandidaat was. Ja, daar was hij. Nou ja, dan zeg ik het. Maar hij wordt het niet. Nee, dat is duidelijk, ja. Ja, dat is duidelijk. Dat heb je geconstateerd, ja. Ja. Ik op mijn beurt zou dan zeggen van, nou, als ik zoals jij... als ik zo, ja, die functie die jij dus hebt... Hè, bij D66, dan denk ik van, dan, jij zegt van, ik was niet teleurgesteld. Maar aan de andere kant was dit was wel de kans. Nou, nee, het was goed geweest voor D66 om een burgemeester in zo'n stad als Groningen te leveren. Fantastisch. En natuurlijk was het ook heel goed geweest voor Groningen om eens een keer een D66 burgemeester te hebben. Ja. Maar uiteindelijk is dat gewoon niet waar je als vertrouwenscommissie mee gaat werken. Wat je wil gaan doen is zorgen dat je de beste man of vrouw krijgt. Stel dat zo'n Pechtold had gesolliciteerd. Als burgemeester van Groningen. Ja. Hoe zou het dan geweest zijn? Misschien heeft hij wel gesolliciteerd, dat weet je niet. Ja, Maar nee, daar heb je helemaal niks over. Nee, maar dat is, die heeft wel die kracht, denk ik. Die zit wel op die lijn. Of niet? Nou, dat weet ik niet. Nee. Nee, dat weet ik niet. Kijk, ik heb niet zo uitvoerig zijn... Een doopzeel gelicht. Nee, precies. Nee. Maar als hij gesolliciteerd zou hebben, was hij er dichtbij gekomen. Poh, ongelooflijk maar waar. Jets houdt zijn mond, denk ik. Dat heb je zeker wel door, hè? Het is een gevoelig onderwerp. Ja, het is een gevoelig onderwerp. Maar die burger, dat zegt iedereen die zegt van ja, die Pieter probeert wel alles. Maar waarom geeft die man daar gewoon geen antwoord op? Want de burgemeester is al gekozen. Nou ja, omdat ik nog geen zin heb om de gevangenis in te gaan. Ja, zie jij het al? Ja? Ja, dus dat zou toch belachelijk zijn. Ja, maar kijk, weet je, je spreekt dat van tevoren ook af, hè, met kandidaten. Die kunnen vertrouwelijk een brief sturen naar de commissaris van de Koning, gaat het dan natuurlijk eerst. Ja. Dus die gaan er ook vanuit dat je daar gewoon vertrouwelijk mee omgaat. En dat je niet daarover gaat spreken. Hoeveel ook niet mensen zijn er nu dan? Hoeveel mensen zijn er nu dan die weten wie er allemaal gaat solliciteren? Hoeveel mensen zijn daar? Nou, even zien, dat is een commissaris. Ja. Dat zijn de mensen van de vertrouwenscommissie. Dat zijn er 10. 10? De adviseur van de vertrouwenscommissie, secretaris, 13. Ja. Ja, je hebt wel een stuk of 15, 16 mensen. Maar is het dan ook met partners en zo? En in familie praat je daar niet over? Nee. Nooit? Nee. Nee, hè? Nee. Dus jij zegt niet dat je thuis bent en dat je denkt van, goh. Ja. Nee. Nee, echt niet? Nee, dat hou je voor je? Dat hou je voor je, ja. Tja. Dus buiten die mensen om, weet niemand het. Maar denk jij? Daar gaan we vanuit, ja. Ja. Maar het is ook nog niet naar buiten. Dus het is ook nog nergens gelekt. Dus het is op dat betreft is het ook heel goed gegaan. En dat is wel anders in andere grote steden. Even terug naar D66. Gaat natuurlijk niet alleen in landen. Maar gaat het ook in Stad en Ommeland crescendo met jullie, met de partij? Nou, vooral in de stad gaat het heel erg goed. Ja, waaruit komt... Hier natuurlijk de allergrootste geworden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ook met onze ledenpartij gaat het heel goed. Ik krijg veel leden erbij. Dus dat gaat... Wat dat betreft heel goed. En kun jij dat verduidelijken waarom het juist zo goed gaat nu met D66? Want het is toch altijd een beetje partij geweest, vlees nog vis? Nou ja, nee, dat niet. Maar het is er wel, altijd een beetje tussen? Nee, het is wel een partij met nuance. Het is wel een partij die meerdere kanten van dingen belicht. Ja. Maar ik denk dat er na al die tijd met crisis en met economische neergangen, dat het gewoon wel tijd was voor verandering.
D66 had in Groningen met de gemeenteraadsverkiezingen wel een heel duidelijk veranderingsgezind geluid. Ja. Van kom op jongens, we moeten aan de slag. En het is een prachtige stad met heel veel kansen. Ja. Laten we nou de schouders onder zetten. En dat doen jullie? Dat doen wij, ja, dat doen we. Maar straalt zo'n Pechtold, straalt hij nou landelijk gezien? Want die Pechtold heeft natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, wel uitstraling en charisma. Maar straalt dat nou ook uit naar andere steden? Ja, natuurlijk, want er is wel een duidelijke correlatie hè, met de laatste gemeenteraadsverkiezing overal. Apart is dat, hè? Apart is dat, dat je dan zeg maar in elke grote plaats bijna wint. Ja, maar aan de andere kant, in heel veel plaatsen was er natuurlijk een behoefte aan verandering. Een behoefte aan om het eens anders te doen. Een behoefte aan een beetje positief geluid. Ja. Dus ja, en dat geluid had D66 ook in andere steden. Dus wat dat betreft is het ook weer niet raar dat ook op andere plekken D66 goed heeft gedaan. En die teleurgang van de Partij van de Arbeid, komt dat de Partij van de Arbeid zo slecht gaat, dat die zoveel verliest, komt dat dan ook weer op jullie bordje terecht? Ja, voor een deel wel, maar voor een deel ook weer bij de SP. Tuurlijk, als mensen ergens op gaan stemmen, stemmen ze niet meer waar ze vroeger op stemmen. Nee. Dus dat gaat zo. Maar denk je dat je het vol kunt houden, die D66? Denk je dat dat zo blijft? Ik denk het wel. Of dat het alleen nog maar beter wordt? Wij zijn nog lang niet klaar. Nee. Nee, er is ook nog echt genoeg te doen. Hoe is het in het college op dit moment? Twee mensen van D66, een Partij van de Arbeid en een VVD en een GroenLinkser. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat is heel progressief. Ja? Er wordt veel energie in de club. Ja. Maar merk echt je... leuk om te zien. Ja? Ja, want ik heb nu meerdere colleges meegemaakt. In de oppositierol en in de vorige periode ook als coalitiepartner. Ja. Dit is wel een club mensen die gewoon echt zin in heeft en die ook veel doet. Wat is het verschil met het vorige college en dit college? Nou, het vorige college was 5 partijen, dat is altijd al wat lastig, heb je altijd al wat meer discussie. Ja. Maar dit zijn ook partijen die er gewoon echt voor gaan. Ja. We hebben ook een collegeakkoord gesloten, of een coalitieakkoord gesloten. Met gewoon een hele leuke agenda voor de stad Groningen. Ja. En dan merk je gewoon heel veel energie in de club. Dat is mooi. Vreema was trouwens ook oké, hè? Ja, dat was echt goed. Voor jij ook? Ja, dat was goed. Ja. Begrijp je dat Van den Berg ook wel zoiets had van... Eigenlijk had hij nog best 3 jaar mogen blijven? Ja, dat snap ik wel. Snap je wel? Dat snap ik wel. Ja. Ja. Aan de andere kant, misschien was het ook wel juist omdat hij er maar tijdelijk was... Dat hij dan zo relaxed kon zijn. Ja, hij was wel heel relaxed. Ja. Maar wel daadkracht. Ja. Aardige man, maar als hij niet aardig moest zijn, was hij er ook. Ja, precies. Dus dat is de echte burgemeester. Ja, ja. Hele mooie combinatie. Hele mooie combinatie. Ja, 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 ja. D66, we zijn er nog niet vanaf, Jetsen. Nee hoor, nou, helemaal vast. Jij kiest uit de big man uit 66 in de camera. Grote man uit 66. Ik blijf hem geweldig vinden, Hans van Mierlo. Of Jan Terlouw. Jan Terlouw? Ja. Ja. Of Hans van Mierlo? Toch Hans van Mierlo. Ja, hè? Ja. Okay. Ja, toch. Ja, die kan op Jetsen. Hey. Jetsen, we zijn er nu uit, denk ik. We weten nu waarom het toch weer een Partij van de Arbeid burgemeester is geworden.